Hey, met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is even geleden dat ik gevlogd heb. Ik was een beetje de motivatie kwijt. Voor het vloggen. Ik zeg altijd, ik doe het voor mijn moeder en mijn vader. Want die zijn altijd groot fan en die kunnen niet wachten tot ik een nieuwe vlog maak. Maar ondertussen had ik best wel veel reacties op mijn vlogs. En toen werd ik eigenlijk een beetje gedemotiveerd om te vloggen. Maar dat maakt helemaal niet uit. Ik probeer het nu weer op te pakken. Want ik heb een heel leuk idee voor wat ik op YouTube wil gaan doen. En dat ga ik beginnen in januari. Dus het leek me wel leuk om gewoon al een beetje mijn YouTube weer op te pakken nadat ik een maandje stil ben geweest. Sorry als jullie me echt gemist hebben. Laat vooral iets achter in de comments, zodat ik weet dat jullie inderdaad het leuk vinden om mijn vlog te kijken. Ik was er een beetje, ik dacht, ik vind het zelf erg leuk om te doen. En mijn ouders vinden het leuk om te kijken, maar ik vind het ook wel leuk als nog meer mensen het leuk vinden om te kijken. Dus, nou ja, laat het me gewoon weten. Ik zou het heel leuk vinden. Laten we in ieder geval vandaag beginnen. Ik heb vandaag twee dingen op de planning staan, drie. We beginnen met naar de kapper gaan. Dan heb ik tijdens mijn kapperbezoek een telefonisch gesprek, een meeting met een samenwerking die er aan gaat komen. Vet leuk. En dan heb ik ook, daarna ga ik met mijn vader naar de IKEA en dan heb ik om 3 uur nog een telefonisch gesprek. Dus we zijn werken en leuke dingen doen tegelijk vandaag. En vanavond gaan we streamen. Dus laten we beginnen aan deze vlog. Ik ben weer terug van de kapper. Mijn vader ziet geen verschil. Maar ik wel, gelukkig. En het is nu 11 uur pas. Dus we kunnen nog de hele dag struinen in de IKEA. Nee, dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel snel naar de IKEA. Ik pak hem na. Zodat we ook weer kunnen streamen vanavond. We zijn onderweg naar de IKEA. Oh, even een muziekje uit. Papa, wat ga je eten bij de IKEA? Ik ga een satéetje pakken. Saté, kipsaté? Met friet, ja. Kipsaté, ik ga voor de ballen. Want weet je wat ik heb? De 9 of de 7? Weet ik nog niet. Dat ligt aan mijn honger dadelijk. Maar we gaan voor de meubels, hè? Ja, we gaan voor de meubels, maar we moeten ook lunchen, want het is bijna lunchtijd. Lunchen. Gewoon tussen de middag een boterham eten. Een boterham. Een boterham. Maar hebben ze geen boterhammen bij de IKEA, anders had ik die besteld. Maar weet je wat het lekkerste is van die IKEA ballen, papa? Die cranberry saus die erbij zit. Oh, dat vind ik zo lekker, hè. Ik hou sowieso van fruit door mijn eten. Dat is echt yummy, yummy. Slaapt wel. Thank you.
papa heeft lekker 4 saté met kip. En ik heb... En een extra stuk. Oh my god, ik heb gezegd, de groenten laat me zitten en extra veel jam. Dus ik ben heel erg gelukkig met mijn ballen. En ik heb... Ze hadden geen cola meer, dus ik heb nu framboos bruisend water en jij hebt gewoon bruisend water. Lekker! No pictures. Ook hier. Oh, leuk. Die jas? Jas. Nou, leg hem anders daarvoor neer. Wat? Leg hem anders daarvoor neer. Er ligt nog een, ja. Doe die ook in de tas. Oké. Ja. Oké. Nice. Die kan daarvoor onderin liggen. Hey, een chocoladeletter voor M. Maar die is nu voor M van Mattia. Kan die dan? Ja, dat kan. Oké, okay, ik zit prima. Beetje koud alleen. Ja, je kunt het niet goed zien, maar we hebben de kast in elkaar gezet. Alleen de planken, daar had ik echt geen zin meer in, want het is inmiddels al 5 uur. Dus die doe ik morgen. Ik heb nog een voor een hanggedeelte. Die ga ik ook morgen inzetten. En dan heb ik daarvoor ook zwarte suède hangertjes gehaald. Maar dat zal ik de volgende keer wel laten zien. Nu ga ik gauw streamen.